is een match. Hoi, ik ben Isa. Ik geef jullie 3 tips over hoe je stiefouders overleeft. Tip nummer 1. Behandel je stiefouder als je nieuwe bestie. Dan kan je allemaal leuke dingen doen. Bijvoorbeeld... shoppen! Ik heb dit jurkje voor mijn stiefmoeder. Ik denk dat er 1 gaat staan. Top! Tip nummer 2. Vind je stiefouder nou helemaal niks, dan zoek je toch gewoon een nieuwe. Ik ga even op Tinder op zoek naar een stiefvader. Oeh, deze heeft heel veel haar, overal. Oeh, Marcel met zijn katten. Oeh, deze heeft zo'n vieze baard. Jorg. Houdt van krentenbollen. Dit kan hem wel zijn. Ja, het is een match. Even serieus nu. Deze tips gaan je natuurlijk niet verder helpen. Vandaar nu tip nummer 3. Als je een nieuwe stiefvader of moeder krijgt, is dit altijd even wennen. Misschien vind je diegene niet direct helemaal leuk. Geef het wat tijd, leer diegene kennen. En om jou daarmee te helpen, hebben wij de stiefvraag ontwikkeld. Misschien kom je er wel achter dat jullie veel meer gemeen hebben dan je eerst dacht. Check de vragen hier. Veel plezier samen.